vind het wel echt heel jammer. Ik had het echt oprecht heel leuk gevonden. Een kerstborrel met Chantal, met Eva, met Carlo Bossa. Ga niet door, hè? Fusies van de baan, RTL en Talpa. Je kan ze toch gewoon uitnodigen? Dat maakt niet uit. Ik denk niet dat ze komen. Nee, ja, denk jij? Nee, maar het is natuurlijk het is wel een klap voor RTL en voor Talpa. En ik denk dat het een klap is voor de Nederlandse televisiewereld. Omdat, er wordt steeds minder lineair televisie gekeken. Dus echt naar de dagelijkse televisie. Dus je moet je op een gegeven moment ook in Nederland stevig maken om tegen de streamingdiensten te gaan concurreren. En dat is gewoon jammer. Ik begreep dat in de komende weken de definitieve gegevens komen waarom het is afgewezen door de ACM. En dat er dan wordt gekeken of er misschien nog juridisch ergens iets te halen valt. Maar voorlopig is het dus een klap voor Talpa, maar zeker ook voor RTL. Maar denk jij, Marcella, maar jij werkt bij de NOS. Nou, lekker, geen fusie, prima, ook goed voor ons. Ja, ik RTL Talpa, volgens mij is dat in het verleden toch al met de sport geprobeerd. Dat is allemaal een keertje misgegaan. Het lijkt wel of het geluk ook niet aan de kont hangt van meneer de Mol. Ja, maar aan de andere kant denk ik ook, wij praten erover, wij zitten allemaal in dat Hilversum. Mm-hmm. De rest zal het toch helemaal niet. Ik denk niet dat de kijker geen idee heeft. Die denkt, het maakt niet uit. Weet je, of Chantal nou hier is of bij RTL. Nee. Ik denk dat voor de kijker echt geen... Nee. Niet zo'n big nieuws is. Ik denk voor de gemiddelde televisiekijker dat het juist wel goed nieuws is. Omdat ze dan twee commerciële stations hebben die met elkaar concurreren. Dus dat is denk ik voor de gemiddelde televisiekijker wel goed. Iets anders is inderdaad streamingdiensten. Dan zou het fijn zijn als je de krachten kan bundelen. Maar als je gewoon televisiekijker bent, is het op zich goed nieuws, denk ik, dat je ook twee commerciële partijen hebt naast een publieke partij. Nou, ik denk ook voor adverteerders dat het gewoon heel handig is. Want als je één commerciële partij hebt die alle tv bepaalt wat er gebeurt, dan krijg je ook degene die naar alle tarieven bepaalt. Ja, maar daarom had Talpa gezegd, de reclameinkomsten, dat wordt geregeld door via Media House. Ja, nou, maar dan gaan we wel heel gedetailleerd. Dus zal de mensen... we zijn ermee bezig. Jij bent ermee begonnen. Ja, maar ik wil gewoon door. Want ik heb heel heet nieuws van de naald.